de muur in het lokaal hangt het rooster. Nu al 15 jaar, daarop staat wat je allemaal doen moet. Je bent niet zo van klagen, je vindt het leuk om een lesje te geven. Maar die tijd is gauw weer voorbij, want jaar in en jaar uit steeds hetzelfde geluid. Is die leraar dan nog wel zo blij? Want later als je oud bent ga je in de fut. Daarom heeft dat lesgeven nog wel zo nut. Nu lijk je toch nog pas 20 misschien, maar dan wil je school toch niet meer zien. Het valt niet mee om die lui wat te leren, vooral in deze tijd. Want voor 20 jaar had je nog cijfers, voor huiswerk en voor vlijt. Als je één deze dagen nog les geeft, dan ben je in wezen al blij. Als de helft er is, nee dat is lang niet mis, en het huiswerk hou je niet meer bij. Want later als je oud bent ga je in de fut. Daarom heeft dat lesgeven nog wel zo'n nut. Nu lijk je toch nog pas 30 misschien, maar dan wil je school toch niet meer zien. Ieder jaar komen er nieuwe mensen, wel 10 of 12 per jaar. Kan ze niet allemaal leren kennen, ik ken er maar een paar. Maar ik maak me daar echt niet meer druk om, die tijd is nu wel voorbij. Want ze komen en gaan, kan het niet langer aan, en de meesten die kijken niet blij. Want later als je oud bent ga je in de fut. Daarom heeft dat lesgeven nog wel zo'n nut. Nu lijk je toch nog pas 40 misschien, maar dan wil je school toch niet meer zien. De minister bedenkt nieuwe zaken, dat spaart hem heel veel geld. Zo gaan wij binnenkort moduleren, al moet het met geweld. Maar ik denk dat het mijn tijd wel uitduurt, ik zit hier toch niet meer zo lang. In de fut of de dop, ja zo gauw als ik kan, nee mij maken ze niet meer bang. Want later als je oud bent ga je in de fut, daarom heeft dat lesgeven nog wel zo'n nut. Nu lijk je toch nog pas 50 misschien, maar dan wil je school toch niet meer zien. Maar dan wil je school toch niet meer zien.